Het zijn beelden die we kennen uit Amerika en grote Europese steden. Optochten van mensen die Halloween vieren. Mensen verkleed als zombies of als geesten, als jin of als de shaitan. Halloween is van oorsprong All Hallows Eve, oftewel Allerheilige, een christelijke feestdag waarin heiligen en martelaren worden herdacht. Maar dit jaar komt een deel van die beelden helemaal niet uit New York, uit Las Vegas of uit Boston. We zien nu beelden van mensen die Halloween vieren uit Riyadh, Saudi-Arabië. Het land dat wij kennen van de twee grote moskeeën. En daar moeten we het echt even over hebben. Er is veel in verandering in Saudi-Arabië. En niet zonder reden. Het land is voor meer dan 85% van de staatsbegroting afhankelijk van olieinkomsten. En in een wereld waarin fossiele brandstoffen steeds meer naar de achtergrond gaan en mensen overschakelen op duurzame energiebronnen, zal je dan dus een radicale nieuwe visie moeten ontwikkelen op jouw plek in de wereld in de toekomst. Dat is een waanzinnige uitdaging. Het antwoord is Vision 2030. Een enorm pakket aan economische en sociale hervormingen. Het land wil minder afhankelijk worden van olieinkomsten en juist meer inkomsten gaan halen uit toerisme en uit bijvoorbeeld IT. Het aantal pelgrims willen ze laten toenemen, van ongeveer 8 miljoen Umrah-gangers per jaar nu, naar 30 miljoen. Ze willen het grootste islamitische museum in de wereld bouwen. Ze willen het aantal UNESCO World Heritage Sites verdubbelen. De gemiddelde levensverwachting moet stijgen, de armoede moet dalen. En dat klinkt prachtig en prijzenswaardig. Maar tegelijkertijd zien we ook enorme verschuivingen binnen de samenleving plaatsvinden in een hele korte tijd. Zoals bijvoorbeeld nu, het vieren van Halloween in de straten van Riyadh. En dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Saudi-Arabië heeft jarenlang miljarden geïnvesteerd in de dawa. En dat is natuurlijk prijzenswaardig. Veel van ons hebben met hun groei van hun praktiseren daar de vruchten van geplukt. Maar opmerkelijk is dat juist in de content die zij verspreiden, niet alleen het onderscheid tussen geloof en ongeloof heel erg nadrukkelijk werd besproken, maar ook het heel vaak ging over moslims en hun gebruiken en niet-moslims en hun gebruiken. De overlevering wie een volk imiteert zal tot hen behoren, kwam daarbij heel nadrukkelijk naar voren. Met de uitleg dat als je gebruiken overneemt van mensen die geen moslim zijn, dat je je als moslim eigenlijk bij de niet-moslims positioneert. Je zal als da'i, als prediker, je altijd hard hebben gemaakt om in het verlengstuk van die Saoedische dawa tegenover het publiek dat voor jou zit, heel stellig afkeurend te spreken over bijvoorbeeld het deelnemen aan Vaderdag, Moederdag, Valentijnsdag en dergelijke. En dan kijk je over je schouder naar Saoedi-Arabië, waar al je boeken vandaan komen. En dan zie je dat ze daar Halloween aan het vieren zijn. Ook voor de Nederlandse moslims moet dit vreemd zijn. Hier zijn de afgelopen tijd twee grote feesten gevierd. Een deel van de moslimgemeenschap vierde Molid. Zij kwamen samen in de moskeeën om uiting te geven aan hun liefde voor de profeet. Vrede en zegeningen zijn met hem. En een ander deel van de moslims vierde Ik vier geen Molid. Zij kwamen samen op social media, plaatsten dag in dag uit allemaal posts waarin ze hun afkeer uitspraken over het vieren van Molid, maar ook hun broeders in de islam die wel dat feest hadden gevierd, met naam en toenaam door het slijk te halen. Ik zelf vierde beide feesten niet, net als de meeste moslims in Nederland, maar Molid ging in ieder geval nog over liefde voor de profeet. Met Halloween wordt in feite een christelijke feestdag in één keer helemaal naar binnen gehaald, in het land van de Tawhid. Voor mij als bekeerling is het ook heel vreemd om te zien dat zeg maar, de gebruiken waar ik juist afstand van heb genomen, omdat ik moslim wilde zijn en omdat ik de islam wilde gaan praktiseren, dat ik mijn moslimbroeders in Saoedi-Arabië juist naar die gebruiken toe zie gaan. Als de ontwikkelingen in de Saoedische maatschappij zich op deze manier verder gaan ontwikkelen, komen we misschien op een soort Italiaans model uit. Waarbij Mekka en Medina als een soort Vaticaanstad een autonome staat worden. Het religieuze kloppende hart. Maar daaromheen een land dat zowel op papier als in de praktijk een seculiere, liberale staat is. Waarin de regels van de religie eigenlijk nog maar heel erg weinig waarde hebben. En wat gaat dat betekenen voor de dawa vanuit Saoedi-Arabië? Gaan we misschien mensen zien die hijra verrichten, niet meer zozeer naar Saoedi-Arabië, maar juist ervan uit?
Ik ben enorm benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen. Maar één ding is duidelijk. De toekomst zal waarschijnlijk niet lijken op het verleden.